kijken naar vervalvergelijkingen. Vervalvergelijkingen van instabiele atoomkernen. Voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even kijken naar de notatie van de verschillende deeltjes die dan zo'n atoomkern uit kunnen schieten. En die notatie bestond eruit dat het bovenste getalletje de massa is van een deeltje, uitgedrukt in het aantal keren de massa van een proton of een neutron. En het onderste getalletje is niks anders dan de lading. Als je dat zo bekijkt, dan is een proton natuurlijk heel simpel, want de proton heeft een massa van 1 proton en het heeft een lading van plus 1. Dus de notatie van de proton is 11p. Neutron heeft dezelfde massa als een proton, maar het heeft natuurlijk een lading 0. Dus een neutron wordt 10 met een n'tje. Dan hebben we het beta-deeltje. Het beta-min-deeltje is niks anders dan een elektron. Nou, een elektron heeft natuurlijk een massa die zo goed is als 0 en een lading van min 1. Maar er zijn ook beta-deeltjes, beta-plus-deeltjes, die heel erg lijken op elektron, behalve dat de lading positief is. Ja, die notatie is massa weer 0, maar dan wordt het ondersgetalletje plus 1. En aan het minnetje en het plusje kun je zien of je te maken hebt met een beta-min of een beta-plus-deeltje. Beta-min is eigenlijk niks anders dan een elektron. Ik heb het hier nog eens een keer opgeschreven. Het elektron, afkorting kleinletter e, is ook 0 min 1. Een alfa-deeltje, hebben we al gezien, bestaat uit eigenlijk twee protonen en twee neutronen bij elkaar. Het is eigenlijk niks anders dan een heliumkern. De massa is, ja, er zijn dus vier deeltjes in een alfa-deeltje, vier deeltjes van de massa. Dus de massa is 4 en slechts twee daarvan hebben een positieve lading. Dus het ondergetalletje moet worden 2. Alfa-deeltje heeft dus notatie 4,2-alfa. Tot slot hebben we nog gammastraling. Ja, gammastraling is een aparte in die zin dat er geen deeltjes uitkomen. Dus de massa is 0 van gammastraling en de lading is ook 0. 0,0 gammastraling. Goed, we gaan de vervalreacties even bekijken. We beginnen met alfastraling. En eigenlijk is bij alle reactie die we gaan bekijken, gaan we op dezelfde manier te werk. We gaan gebruik maken van twee fundamentele natuurwetten. De eerste wet zegt dat massa nooit verloren gaat. En de tweede wet zegt dat lading niet verloren gaat. Dus er gaat dadelijk een reactie gebeuren. En bij een vervalreactie is dat altijd in de vorm van een deeltje voor de pijl die uiteenvalt in twee of meerdere deeltjes na de pijl. Maar altijd moet er gelden dat de massa's voor en na gelijk zijn. En ook dat de ladingen voor en na gelijk zijn. Goed, we gaan beginnen met een alfa-straling, een alfa-deeltje wat loskomt uit een atoomkern. We hebben hier als voorbeeld americium 241, die dan vervalt tot neptunium 237 en een alfa-deeltje. Nu krijg je het in de vraag vaak in de vorm dat je dit stofje niet weet en moet zien te achterhalen. Nou, is dat nou heel moeilijk? Dat valt eigenlijk best mee, want je schrijft gewoon rustig de vervalvergelijking op. Voor de pijl, hier begonnen we mee. 241 is de massa, 95 is de lading. En wat moet er nu gelden na de pijl? Dat dit, als je alles bij elkaar optelt, hierboven 241 moet zijn. Nou, je ziet dat het klopt, 237 en 4. En onder moet het samen zijn 95, ook dat klopt, 93 en 2. En je ziet hier die gammastraling, er komt ook gammastraling bij vrij. Maar omdat gammastraling 0,0 heeft, hoef je eigenlijk weinig rekening mee te houden met de berekeningen. Sterker nog, als je dit weglaat op het examen of op proefwerk, wordt dat niet eens fout gerekend. Dus er komt alfastraling uit en ook gamma. Maar de alfastraling kun je dan herleiden. En daarvoor geldt dat boven de streep, de twee bovenste getalletjes na de pijl even groot moeten zijn als het ene bovenste getalletje voor de pijl. En dat de twee onderste getalletjes na de pijl even groot zijn als het onderste getalletje voor de pijl. Bedenk hierbij ook dat als je eenmaal weet hoeveel protonen er in een kern zitten, dat je in de BINAS ook kunt opzoeken welke atoomsoort daarbij hoort. Bij 93 hoort dus de atoomsoort neptunium. Goed, alfastraling. Volgende voorbeeld, beta-minstraling. Die is iets ingewikkelder. Want er gebeurt iets in de kern, er gebeurt iets geks. Onder invloed van de zwakke kernkracht kunnen daar dingen gebeuren. Uiteindelijk is het resultaat dat er ineens een elektron uit een kern komt schieten. En ja, de vraag is natuurlijk, waar komt het elektron vandaan? Want
kernen bestaan alleen maar uit protonen en neutronen. Wel, ik heb het even in twee gesplitst. We gaan eerst kijken wat gebeurt er in de kern voor een reactie en wat gebeurt er dan in totaal. Nou, in de kern gebeurt er het volgende. We hebben hier waterstof 3, bestaande uit één proton en twee neutronen. En wat gebeurt er nou? Eén van die twee neutronen valt uit elkaar in een proton en een elektron. Maar omdat het elektron uit de kern komt, noemen we dat een beta-min-deeltje. Het beta-min-deeltje schiet weg. Het proton blijft achter. Dus je krijgt van een stof met één proton en twee neutronen een stof die bestaat uit twee protonen en één neutron. Nou, twee protonen hoort bij de stof helium. Dus je krijgt de stof helium-3. Omdat dit proces in de kern gebeurt. Een neutron valt uit elkaar in een proton en een beta-min-deeltje. In totaal ziet het er dan als volgt uit. Ik begin met waterstof 3 en ik eindig met helium 3 en een beta-min-deeltje. En kijk maar, de wet van behoud van energie, klopt hier ook weer. Ik begon met 3 en ik eindig met 3 plus 0, dus samen ook 3. En de behoud van lading, daar wordt ook aan voldaan. Ik begon met de lading 1 en ik eindig met de lading van 2 plus min 1, samen ook 1. Beta-minstraling. Bij beta-plusstraling gebeurt er iets gelijksoortigs, want er komt ineens een positron uit de kern schieten. Die komt ook ergens vandaan, die zit normaal ook niet in een kern. Nu gebeurt er in de kern het volgende. Nu gebeurt er het volgende proces, dat een proton uiteenvalt in een neutron en een beta-plusdeeltje. Dat moet ook wel, want de neutron heeft natuurlijk een lading 0. En die lading van 1 die moet ergens naartoe en die gaat hier dus in dat beta-plusdeeltje zitten, in de positron zitten. Dat positron schiet naar buiten, dat botst op een gegeven moment met de elektron. En dan, op het moment van botsing verdwijnen ze allebei en komt er heel veel energie vrij. Dat positron dat bestaat dus ook maar heel kort en dan is het weer verdwenen. Maar het komt wel de kern uitschieten. Wat is nu het totaalplaatje? Ik begon met koolstof 11. Dus 6 protonen in de kern. In totaal 11 deeltjes in de kern. 1 proton verandert in een neutron. Dan eindig ik dus met een stof met 5 protonen. En 11 deeltjes in totaal, want ik heb nu 6 neutronen in plaats van de 5 die ik hier had. Wordt weer voldaan aan de wet van behoud van energie. Ja, kijk maar. 11 is 11 plus 0. En ook de lading wordt weer behouden, want 6 is 5 plus 1. Vervalreactie van beta-plusstraling. Dan hebben we nog een wat apartere. Het hoort niet echt bij de vervalreacties, maar ik behandel hem ook maar meteen. Soms kan het volgende gebeuren, dat een kern, een elektron dat rondjes om de kern heen draait, absorbeert. En in de kern gebeurt dan het volgende. Een proton smelt dan samen met een elektron en wordt een neutron, waardoor je dus hier één proton minder hebt dan dat je daar had en één neutron meer dan dat je daar had. En in totaal ziet het plaatje dan als volgt uit. Ik begin met beryllium 7, het isotoop beryllium 7, 4 protonen, 7 protonen en neutronen samen. Hij absorbeert een elektron en je ziet weer dat je gewoon weer kunt optellen. 7 plus 0 is 7. 4 min 1 is 3. Ik hou een stof over met 3 protonen en 7 deeltjes in totaal. Lithium 7. Hoe ziet het dan eruit met gammastraling? Nou, gammastraling is eigenlijk heel saai, want bij gammastraling wordt er een gamma-foton weggeschoten. Een heel energetisch rijke lichtdeeltje eigenlijk. Maar het deeltje heeft geen massa en het heeft ook geen lading. Dus er verandert ook weinig, bijna niets aan de kern. Het was helium-3 in ons voorbeeld en het blijft helium-3. Het enige verschilletje wat er zal zijn is dat de kern na de pijl net iets minder energie met zich meedraagt dan de kern voor de pijl. Maar daar hebben we het later nog over. Goed, belangrijke vraag is natuurlijk hoe weet ik nu van een bepaald isotoop welke soort straling hij uitzendt, welke vervalreactie je kunt verwachten. Die informatie kun je halen uit de BINAS. We zien hier een voorbeeldje uit de BINAS, tabel 25, de isotopentabel, waarin niet helemaal ontoevallig de stof uranium is gekozen.
Uranium kom je veel tegen bij sommetjes, want het is natuurlijk een belangrijke stof als het gaat om kernreacties. En in tabel 25 zijn vijf isotopen van uranium weergegeven. Let op, dat wil niet zeggen dat er voor de rest niet meer isotopen zijn, want de BINAS, ik heb het al eens een keer eerder gezegd, is niet helemaal volledig. Daar staan echt niet alle isotopen in. Er zijn van uranium dus vijf weergegeven. Vanaf massagetal 233 tot en met massagetal 238. Nou, laten we eens even kijken, wat kunnen we allemaal nog meer zien? De atoommassa staat hier gegeven. Dat is eigenlijk hetzelfde getalletje als het massagetal, alleen veel nauwkeuriger. Hier gaan we in het volgende hoofdstuk mee werken. Als we gaan kijken naar kernreacties en energieën. In deze kolom kun je zien of de bepaalde isotoop in de natuur voorkomt. De volgende is de halveringstijd. Nou, ook daar komen we nog op terug. Maar op het moment dat een stof een halveringstijd heeft, weet je dat die stof een instabiele stof is. Het is een instabiele atoomkern die uit elkaar valt als je maar lang genoeg wacht. En de laatste kolom geeft aan welke straling je dan kunt verwachten. Bij uranium-233 is dat bijvoorbeeld alfa-straling. Maar, zegt hij, daar kan ook beta-min voorkomen. Er kan K-vangst voorkomen en er komt ook gammastraling vanaf. Dat wil zeggen dat je dus een aantal mogelijkheden hebt. En krijg je hier een som over, dan staat altijd gegeven welke van die mogelijkheden er optreedt. Uranium-234 is wat simpeler in dat opzicht. Daar komt alleen maar alfa-straling vanaf. Dan wordt het ook niet in de opgave vermeld. Dan moet je dus zelf even in de BINAS kijken. Uranium-234, daar staat een alfaatje en dan weet jij, vindt een vervalreactie plaats. En daarbij komt een alfadeeltje vrij. En je ziet dat het ook bij de andere drie isotopen geldt. Deze getalletjes worden later ook belangrijk, want die geven aan hoeveel energie het alfadeeltje meekrijgt. Tot slot zie je hier nog twee isotopen waarbij ook een gammadeeltje staat. Dat wil zeggen, er komt zowel alfa als gamma straling vrij. Als je nu een vervalvergelijking opstelt, dan moet je die alfa natuurlijk meenemen. Je mag de gamma meenemen. Als je dat nou niet doet, dan is dat een beetje slordig, maar het kost je geen punten verder.